We zijn de kartbaan in Strijen. SHW staat voor Skelter Club Hoekse Waard. Hoe is dat voor jou om hier te zijn? Ja, dat is fantastisch. Want je zegt al Skelter Club Hoekse Waard. Dat is eigenlijk nu dodelijk om dat te zeggen onder de karters. Maar toen heette het zo. En ik praat over 53 jaar terug. Dat ik hier mijn eerste race reed. Ik had net mijn licentie. En het was... ook deze tijd, de eerste week van maart. En toen won ik ook mijn eerste race hier. Dus dat heb ik nogal een speciale memory aan. Ik weet ook nog precies hoe die race ging. Dat is wel heel grappig. Hoe stond de kartsport daar toen voor? Eigenlijk, als ik zo rondkijk, is er nog niet eens zo heel veel veranderd. Het waren nog steeds dezelfde afmetingen. Dus het is ietsje meer profi geworden natuurlijk qua chassis. En sidepods erop en bumpers. Maar was eigenlijk ook een hele leuke tijd. Hoe is het om dan nu, 53 jaar later, hier met je kleinzoons en kleindochter te zijn? Ja, apart. Want ik zie dat natuurlijk eerst met mijn kinderen gebeuren. En nu weer met de kleinkinderen. Dus het is heel leuk om te doen. En genieten. Ja. Wat zie je al iets aan ze? Dat ze talent hebben van de familie? Nee, ja, we beginnen net. En... Ik ben niet zo fanatiek als Jos Verstappen en ook bij de zoons niet. En ja, wij zien het wel eens een beetje lol en we zullen kijken. Ik bedoel, zijn ze geen topper, zijn ze het niet. Dus we hebben niet direct de ambitie om wereldkampioen te worden.